Hallo, vandaag testen we de Seasucker Monkey Bars. Dat is een systeem van universele dakdragers. Die passen op zowat elke auto, want je hoeft gewoon de zuignappen te monteren op een stalen of een glazen dak. Die zuignappen pomp je gewoon vacuüm met deze knoppen. En dan hebben ze elk 90 kilo trekkracht. Dus dat betekent dat ze wel iets kunnen vasthouden. Je hoeft dus geen schrik te hebben als je, zoals ons, 130 rijdt, waar mag natuurlijk. En met een tweetal fietsen of iets anders op je dak rondrijdt. Het blijft er gewoon veilig op staan. Je merkt er niks van qua rijgedrag ook of vreemde stuurbewegingen. Alles zit vast. Na gebruik neem je de zuignappen er gewoon af met een eenvoudige beweging van je hand. Dat voelt misschien wat raar aan of ziet er wat onbetrouwbaar uit, maar eigenlijk is dat een normale gang van zaken bij dit type materiaal. Heel belangrijk is dat je na het gebruik niet vergeet om die bescherming er terug op te zetten. Doe je dat niet, dan kan het gebeuren dat rubber een klein beetje vervormt als je het ergens op het platen ligt, waardoor het nadien niet perfect het dak omsluit en niet gemakkelijk vacuüm te pompen is. De Monkey Bars zijn makkelijk te assembleren. Je hebt gewoon twee kanten van de balken, die schroef je in elkaar. Dan schuif je er de zuignappen op en de eventuele adapters zoals hier voor de fiets. Het is dus een heel compact systeem en toch kan het tot 75 kilogram dragen. Je kan er bijvoorbeeld 2 à 3 van deze fietsadapters opzetten en zo alles vervoeren. Maar het is eigenlijk het handigst voor mensen die verschillende dingen willen meenemen. Bijvoorbeeld een fiets en nog een dakkoffer of zelfs een kajak of iets dergelijks. Het voordeel van deze Monkey Bars is dat ze op zowat elke auto passen. Dat ze heel wat mogelijkheden bieden, zowel met als zonder fiets. En dat ze eigenlijk verrassend betrouwbaar zijn. Je hoeft dus geen schrik te hebben als je dit op je dak monteert, dat het er gewoon afwaait. Dat zal zeker niet het geval zijn. Het nadeel is dan weer de prijs, want dat is €699 voor deze fietsbundel met de fietsadapters. Bij die fietsadapter moet je dan ook nog kiezen dat je de juiste plugs gebruikt voor deze Husqvarna fietsadapter. En het bijkomend probleem is dat de Seasucker kan gestolen worden, want je hoeft ze enkel maar af te klikken van het dak en je hebt ze mee. Dus vergeet ze zeker niet terug op te buigen in je koffer als je weggaat.